Later is nu. Mag ik even een minuutje van je kostbare tijd? Carpe diem, pluk de dag, met familie, met vrienden, met dierbaren. Zo in het leven staan brengt je veel. Vriendschap, warmte, een goed gevoel. Samen is zoveel fijner dan alleen. Samen op het toneel staan. Samen met je buren zorgen voor een prettige leefomgeving. Samen met je broer en je zus zorgen voor je oude vader. Of samen muziek maken. Samen juichen voor je favoriete club. En je samen in het zweet werken als je zelf op het veld staat. Sport verbroedert en verbindt op alle niveaus en met allerhande mensen. Op het veld is iedereen gelijk en spreekt iedereen dezelfde taal. De wandelvoetballers van Roda JC Oldstars zijn misschien niet meer groen als gras. Maar achter de geraniums zitten? Nou, daar zijn ze nog lang niet aan toe. Gelukkig zijn er mensen die hen bij elkaar brengen. Om hun leven kleur te geven, te verrijken. Wat verrijkt jouw leven? Waaraan hecht jij waarde? Waaruit haal je voldoening? Stof tot nadenken, voor jezelf en voor anderen. Want de maatschappij waarin niemand buitengesloten wordt, waarin ruimte is voor iedereen, moet je zelf maken. Ik kijk er elke keer als het afgelopen is, denk ik, gaf, een uurtje, dat is toch vrij kort. Zit ik alweer naar de volgende woensdag uit te kijken. Geef om elkaar, bundel de krachten en zet de teamgeest voorop. Zo win je niet alleen een wedstrijd, maar bouw je samen, ook buiten de lijnen, aan een socialere samenleving. De maatschappij is ons speelveld. Rijk een helpende hand, in welke vorm dan ook. En er kunnen schitterende dingen gebeuren. En dat heeft mijn leven gered. 10 jaar geleden. Ik was uitgedokterd. En nu voel ik me heel goed en fit. Wat mooi dat er mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor anderen. Die niet alleen aan zichzelf denken, maar anderen ook kunnen helpen. Op hun eigen manier. Zoals Roel Brouwers en Nathan Rutjes. Die zich na hun profcarrière op hoge snelheid nu vrijwillig inzetten voor het walking voetbal. Wat je merkt is dat mensen enorm uitkijken naar dit moment. Dat uurtje in de week waarin ze samen zijn, waarin ze kunnen bewegen, waarin ze geactiveerd worden. En ik word helemaal meegenomen in die energie. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen als je ziet hoeveel plezier die daarin hebben in alles wat ze doen. Ja, dat is gewoon geweldig en dat geeft jezelf ook een goed gevoel. Het maakt niet uit welk doel je voor ogen hebt. Of welk tempo je erop nahoudt, extra hulp is altijd welkom. Of dat nou is door je handen letterlijk uit de mouwen te steken, of door op een andere manier echt het verschil te maken in het leven van een ander. Want vraag je eens af, wat doe jij momenteel voor anderen? Je kunt iets bijdragen, zodat bijvoorbeeld mannen als Martin en Matt, of vrouwen als Marlies en Marja, een plek hebben waar ze voelen dat ze nog meetellen. Waar ze fit blijven, hun verhaal kwijt kunnen. En midden in de maatschappij blijven staan. Soms wil je meer doen. Doe je mee? Als ik nu kan tekenen dat ik over 30 jaar samen met Roel bij het walking voetbal loop, dan hebben we het goed gedaan, denk ik. Na zo'n carrière Roel, ja, hè? Tekenen we. Ja, als we nog fysiek, als we nog allemaal kennen. Hè? Ja.